Meneer Wilders, ik ben Nederlandse moslim van Marokkaanse afkomst. Mijn vrouw draagt een hoofddoek. Mijn kinderen praten thuis in Nederlands. Wat heb ik te vrezen als de PVV aan de macht komt? Ik weet niet wat u allemaal nog op uw kerkstok heeft, wel of niet. Nee, hoe heet dat? Maar volgens mij heeft u niets te vrezen. Stel dat u premier van dit land wordt. Wat zou uw eerste beleidsdaad worden ten aanzien van moslims, Marokkanen? Kijk, wat ik heel erg duidelijk zou willen maken als premier van Nederland is dat er een rode streep gaat door Nederland. En aan de ene kant van de streep staan de mensen die zich aan onze regels houden en aan onze normen en waarden houden. En iedereen die zich daaraan houdt, of die nou geel, rood, moslim, niet-moslim is, iedereen die zich daaraan houdt, is welkom om in Nederland te blijven en wordt gelijk behandeld. Maar wat ik ook zou willen zeggen, als de mensen die over die streep, over die rode streep heen gaan, die inderdaad crimineel gedrag vertonen, of het nou terroristisch gedrag is of straatterroristisch gedrag, of ze nou de sharia gaan implementeren of wat dan ook willen. En voor die mensen is geen plaats in Nederland. Dus gedraag je, en dat geldt voor iedereen, dan ben je welkom en anders is dat niet zo. Het tweede wat ik zou doen, misschien wel het eerste wat ik zou doen, is om te beginnen die immigratie stoppen. Ik zou de immigratie van mensen uit moslimlanden meteen stoppen, bevriezen. Geen immigranten meer uit moslimlanden erbij. Dat zou mijn tweede stap zijn. En een derde stap zou zijn inderdaad dat ik mensen die een dubbele nationaliteit hebben en die een misdrijf plegen, een zwaar misdrijf plegen, die zou ik ook inderdaad denaturaliseren, hun Nederlandse nationaliteit afnemen en dan uitzetten. Wat het kabinet overigens ook doet. Iedereen zegt tegen mij, Wilders, je stelt iets voor wat niet kan. Nou, er ligt nu een wetsvoorstel in de Tweede Kamer, waardoor minister Geers Balin van Justitie een paar maanden geleden is ingediend. We gaan daar na het zomerreces over praten met hem. En daar stelt het kabinet voor dat mensen met een dubbele nationaliteit kunnen worden gedenaturaliseerd, dat de Nederlands paspoort kan worden afgepakt in het geval van terrorisme. Nou, dus het kabinet, dit kabinet, neemt die stap juridisch al. Wat ik zeg, wij doen eigenlijk precies hetzelfde als PVV en willen alleen dat de groep groter wordt. Dus dat we ook gaan denaturaliseren, net zoals het kabinet doet. Alleen niet alleen voor terroristen, maar ook voor straatterroristen en voor andere mensen die de wet overtreden. Zou u diplomatieke betrekkingen met moslimlanden bevriezen? Een heel actueel punt. Ik zou dat in ieder geval nu acuut doen met Iran. Ik denk dat wij nu als internationale gemeenschap een heel goed signaal zouden geven dat als de president Ahmadinejad, als de verkiezingen gehandhaafd blijven, de uitslag, en als hij, ik geloof in augustus, opnieuw wordt geïnstalleerd, dat wij als westerse gemeenschap en ook als Nederland zouden zeggen, we erkennen niet dat die man opnieuw beëdigd wordt als president. We erkennen hem niet en we erkennen dus ook die diplomatieke banden met dat land niet meer. Ik ben heel erg voor dat we als het gaat om andere landen, dat we gewoon ook kijken naar wat men doet. Dus niet, niet een algemeen beleid, maar gewoon per land kijken. Per land kijken. Bestaat er volgens u een gematigde islam? Nee. Er bestaan wel mensen die zich gematigde moslim noemen. Maar ik geloof niet in een gematigde islam. Ik denk dat de islam een totalitaire ideologie is. Eigenlijk ook meer een ideologie dan een religie. Ik denk dat de islam uit is op dominantie en onderdrukking. En ik denk dat de islam dus eigenlijk als totalitaire ideologie niet zozeer vergeleken zou moeten worden met andere religies, maar met andere totalitaire ideologieën, zoals het communisme of het fascisme. En dat de islam dus een enorm gevaar betekent voor Europa. Nogmaals, ik heb het over de ideologie, ik heb het niet over de mensen. Ik geloof wel in mensen. Dus hoewel ik ervan overtuigd ben dat er nooit een liberale of een Europese of een gematigde islam zou kunnen bestaan, kunnen er natuurlijk wel mensen bestaan. Gelukkig maar, en die zijn er ook heel veel, die wel gematigd zijn. Hoe zou u een gematigde moslim beschrijven? Nou, in ieder geval iemand die niet doet wat in de Koran beschreven staat. Ik denk zelf dat, en mijn partij denkt, dat de Koran een fascistisch boek is. En dat ook Mohammed geen profeet is, maar een oorlogsmisdadiger, een pedofiel. Niet een voorbeeld om te geven, maar iets, maar juist een voorbeeld om niet te nemen. De meerderheid van de moslims in Nederland
zijn natuurlijk geen criminelen of terroristen. Dat zijn mensen als u en ik, nou, die waar niks verkeerds mee is. Dus ik geloof, ik heb niets tegen moslims, ik heb iets tegen de ideologie. De ideologie, de islamitische ideologie. Maar... En helaas zegt de Koran dat als je niet in alle delen van de Koran gelooft, dat je eigenlijk zou moeten worden beschouwd als een afvallig. Is er volgens u in Nederland een rolmodel voor moslims? Die mis ik heel erg. Dus ik zou er nu niet zo een paar op kunnen noemen. Je hebt geen naam, zeg maar. Ik heb geen naam en ik vind dat wel heel jammer. Want het zou wel heel goed zijn als ik nu 5 namen zo had kunnen noemen. En als ook iedereen in Nederland zou weten van, nou, dat zijn wat men noemt gematigde moslims. En dat zou de rolmodellen kunnen zijn. Als ik een naam mag noemen? Ja. Ahmed Marcouch, werd gebeld. Ja. Ahmed Abu Talib. Ja, Marcouch zou ik daar in ieder geval niet bij willen voeren. Want Marcouch is ook iemand die in interviews heeft gezegd dat hij ook vindt dat de Koran en islam moet worden onderwezen aan niet-islamitische scholen. Wat ik een heel fout idee vind. Die ook in interviews heeft gezegd dat hij sommige delen van de Amsterdam, dat hij die speciaal alleen maar voor Marokkanen bijvoorbeeld wil. Nou, niet echt ook integratieachtig. Dus ik denk dat Marcouch meer een beetje een wolf in schaapskleren is, die af en toe wat aardig zegt en af en toe weer het tegenovergestelde zegt. Ahmed Abu Talib? Nou, Abu Talib is een prima bestuurder. Ik heb hem ook wel eens hier op mijn kamer gehad, toen hij nog staatssecretaris van Sociale Zaken was. Ik heb niets tegen Ahmed Abu Talib, een prima bestuurder. Ik vind alleen dat hij nooit op zijn plaats had mogen zitten, omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Komt er een tweede film, een tweede Fitna? Ja, ik ben zeker van plan om een vervolg op Fitna te maken. Ik word ook door geholpen door mensen uit Amerika en Israël. Vrienden van me daar die me, ook professionals, die met mij proberen daar nog een beter verhaal van te maken. Het gaat opnieuw over de islamisering. Wat ik wil aantonen is om te zien hoe ver het al is gesteld in het vrije Westen nog in Europa met die islamisering. Wat is de stand van zaken nu? Ik wil ook aangeven wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe het komt dat we al zover zijn. Ik wil ook aantonen dat Israël het land is wat eigenlijk de jihad van ons allemaal voert. Dat we allemaal Israël zouden moeten steunen. Voor wie is die film bedoeld? De film wordt gemaakt, net zoals de eerste Fitna. Om ervoor te zorgen dat bij nog meer mensen de ogen open gaan. En dat is ook gebeurd bij het eerste deel van Fitna. Het heeft tot enorme discussies geleid. Mensen zijn en echt niet alleen door Fitna, hoor, maar mede door Fitna, als ik daar een klein steentje aan mogen bijdragen, hebben mensen toch meer de gevaren van de islamisering ingezien. Ik ben uitgenodigd in het Amerikaanse congres door senator John Kaal, de chief whip, de nummer 3 in de, van belangrijkheid van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat. Ik heb daar de film laten zien. Ik heb er een debat gehad met de Amerikaanse lawmakers, met Amerikaanse parlementariërs en senatoren. Ik heb hetzelfde gedaan in het parlement in Denemarken, in Italië. En ik ben uitgenodigd in Australië en Canada. Dus los van dat het voor mensen in Nederland, hopelijk wat het ook gedaan heeft, de ogen kan openen en de discussie op gang kan brengen over de gevaren van de islam zoals ik die zie. Ik hoef het daar niet mee eens te zijn, maar zoals ik dat zie. Is het natuurlijk ook niet alleen maar een Nederlands probleem, is het ook een probleem van het Vrije Westen. En ook daar moeten we met elkaar, moeten we die islamisering tegen zien te gaan.